Het is net als je 's ochtends dan wakker wordt en je trekt een kliko-bak open en je stopt je hoofd erin. En die lucht is het. Dat duurt al 1,5 jaar en er moet nu een einde aan komen. Hoe erg het stinkt hangt volgens Danny Jurgens af van de windrichting. We hebben een tijd gehad dat hij uit het westen blies. Dus daar hebben we er niet zo last van. Maar nu draait alles lekker naar het zuiden en de zon staat erop. En we zitten met de gebakken peren hier zo. Het is hier niet prettig voor toeven momenteel. Ik merk dat de laatste dagen ben ik bewust naar vrienden en familie gegaan die buiten het dorp wonen. Omdat ik zeg, het is niet te harde. Ik wil buiten zitten. Ik kan niet in mijn eigen tuin zitten. Het bedrijf Suez laat weten dat het de klachten van de bewoners serieus neemt, maar dat het moeilijk vast te stellen is waar de stank precies vandaan komt. Er zijn al wel maatregelen genomen, zoals het afsluiten van de sorteerhal en alle ventilatieopeningen. Ook is de voorraad geminimaliseerd. Ze zijn wel met bepaalde dingen bezig, zeggen ze. Maar voorlopig zitten we nog steeds in dezelfde stank en zitten we nog steeds met hetzelfde probleem. Beide buren overwegen een verhuizing, maar zien toch liever het afvalverwerkingsbedrijf hun spullen pakken. Zij eruit, wik eruit, zou ik haast zeggen. Maar ik denk dat de beste oplossing voor het hele dorp is dat de CITA gewoon ergens anders zijn bedrijf op gaat zetten. Gewoon de hele boel oppakken en naar de Maasvlakte. Of ergens naar een industrieterrein waar geen mensen wonen in de buurt of iets in die richting. Maar dit kan zo langer niet.